Goedemorgen. Welkom bij de Beleggersfair. Ik ben Karel Merks van Beleggersbelangen. En ik ga van u een van de leukere onderdelen van de Beleggingsfair presenteren. En dat zijn de gouden tips. Waar moet u nu in beleggen? En we beginnen meteen met de eerste spreker van vandaag. Thomas Kalsbeek van OAV Vermogensbeheer. Dankjewel. Nou, welkom allemaal op deze vroege ochtend. Ook voor mij vroeg. Ga ik gelijk over naar mijn presentatie. Als ik de kans krijg. Waar ik specialist ben is obligaties. Normaal worden hier veel aandelen genoemd altijd. Maar juist in obligaties is nog steeds een mooie winst te maken. Als je de goede obligatie kunt uitkiezen natuurlijk. Ik ga even eentje terug. Ik ga het hebben over Genel Energy. Een aantal mensen misschien bekend. Genel is een bedrijf wat olie boort in Koerdistan, Irak. Maar het is genoteerd aan de Londense beurs. Ze hebben ook schulden uitstaan. Deze obligatie die ik zo meteen ga bespreken dus. Even in het kort. Een obligatie is een verhandelbare lening. Dus je kunt gewoon in- en uitstappen, net als met aandelen. Het is alleen minder bekend voor de particuliere markt, maar desalniettemin niet minder interessant. Deze lening heeft een rente van 10%. Loopt tot en met 2022 in dollars. Heeft momenteel een koers van 103,6. Het geannualiseerde rendement is 8,8% of 8,9%. Aan het einde van de looptijd, als je hem nu zou kopen, zou je dik 40% verdienen. Daarom laat ik ook zien, van ja, het kan wel interessant zijn om obligaties te kopen. Het risico, ga ik zo uitleggen, vinden wij eigenlijk redelijk beperkt. Zoals ik al zei, hè, je ziet hier een plaatje van Irak. In het noorden zit Koerdistan. Na de bevrijding van Irak, bevrijding tussen aanhalingstekens. Zijn er heel veel nieuwe bedrijven gekomen die naar die olie boren. Nou, dat zijn heel veel Europese bedrijven geweest juist. Het is niet een hele stabiele regio, maar desalniettemin. Die olieinkomsten zijn wel heel stabiel. Die regio is ervan afhankelijk, dus daarom zit er ook minder risico aan. Ze hebben in totaal 5 velden waar ze belang in hebben. Er zijn nog een paar nieuwe aan het ontwikkelen. Wat zie je nou? Ze hebben een totale reserve van 150 miljoen vaten. Per dag produceren ze 34.000 vaten olie. Op één olievat maken ze een omzet van bijna $7. Waarbij de kosten slechts van de hele winning van één zo'n olievat is slechts $2. Dus er zit een gigantische marge op eigenlijk. Dit bedrijf, op dit moment klotst het geld tegen de plint aan, een dergelijk bedrijf. Zelfs met een dalende olieprijs. Je bent niet te verstaan. Ben ik nu wel te verstaan? Zeker. Thomas, hoe werkt dat precies? De olieprijs zie ik staan op $65 per vat. Ja. En hier staat 6,90. Kan je dat verschil verklaren? Daarom is het ook interessant voor een Irak, voor een Koerdistan. Juist als zij betalen dus een deel van die opbrengsten betalen ze aan dit bedrijf. Maar ze verdienen er zelf ook heel veel aan. Nou, dat is ook logisch. Dat maakt het ook zo interessant voor het land zelf om bepaalde specialisten te hebben. Genel is zo'n specialist. Om die te laten investeren en de hele productie te doen. En voor Irak is er dus alleen het gevaar, ja, er moet geproduceerd worden. Maar ze hoeven er weinig aan te doen. Maar ze hebben wel het grootste gedeelte van opbrengsten. Dit bedrijf krijgt dus hoe hoger de olieprijs is, hoe meer ze ook krijgen. Maar ze zullen altijd positief uitkomen. Dat zijn de afspraken die ooit zijn gemaakt. Volgende pagina. Wat maakt dit bedrijf zo mooi? Eigenlijk, je ziet dat ze over de afgelopen 12 maanden hebben ze een omzet van $300 miljoen gehaald. Van die omzet komt een winst de laatste 12 maanden van $115 miljoen. Waarom is dat zo? Nou ja, dat was net al te zien. Ze kunnen een gigantisch grote marge maken. De vrije kaststroom afgelopen jaar was 139 miljoen. Die 139 miljoen is dus echt wat er cash in het handje achterblijft bij dit bedrijf. Als we dan nu op dit moment kijken, ze hebben een schuld van $300 miljoen. En ze hebben een kaspositie van $281 miljoen. Waardoor ze netto een schuld hebben van $19 miljoen. Nou, inmiddels, omdat ze nog steeds verder gaan, inmiddels hebben ze netto kaspositie. Dus ze kunnen, als het bedrijf morgen zou omvallen, zouden ze overmorgen de obligatie in één keer kunnen terugbetalen. Nou, dat is natuurlijk een mooi stukje garantie. En dat biedt die kans ook in deze obligatie.
Er zijn twee belangrijke dingen die een invloed kunnen hebben. De gunstige afspraak die Janelle ooit heeft gemaakt, die is gemaakt met Koerdistan. Nou, Koerdistan is inmiddels weer teruggehaald door Irak. Maar Irak laat deze afspraak, waarmee ze dus zoveel geld verdienen, laten ze wel in stand. Ja, het kan gebeuren dat ze die afspraken willen herzien. En dat komt er dus op neer dat Janelle minder geld zal verdienen. De tweede is de olieprijs. De olieprijs, zoals je ziet, is een jaar lang stijgend geweest. En nu zie je eigenlijk, de laatste tijd zie je hem vrij snel naar beneden komen. Daarbij wil ik opmerken, ze zijn dus niet puur afhankelijk van die olieprijs. Ze krijgen een bepaalde marge die ze sowieso mogen maken. Plus een bonus als die olieprijs hoger is. Dus hoe hoger de olieprijs, hoe meer ze wel gaan verdienen. Maar zelfs met een lagere olieprijs kunnen ze nog veel geld verdienen. En dat zag je ook, want eigenlijk het gevaar is klein. Want ze hebben zoveel cash op hun balans staan. Ik denk dat een van de mooiste tips is op dit moment in de obligatiewereld. Dat je dus over een looptijd van 4 jaar 40% rendement kunt maken. Ja, eigenlijk in vergelijking met aandelen. Ik denk dat er veel aandelen de komende 4 jaar minder zullen verdienen dan deze obligatie. Dankjewel. Mochten er vragen in de zaal zijn, dan kom ik even naar u toe. En kunt u zelf aan Thomas een vraag stellen. En ik ben heel erg nieuwsgierig waarom die rente zo hoog is. Want we zien wereldwijd een zoektocht naar yield. Europese bedrijfsobligaties noteren 2-3%. En waarom stroomt het geld niet naar het Midden-Oosten toe om gewoon zo'n hoge risicopremie binnen te harken? Eigenlijk zit in die hele oliesector nog een hele hoge rentevoet. Dat is historisch zo geweest. En waarom is dat? Beleggers in obligaties die willen ook mee profiteren van die hoge olieprijs. In het verleden heb je natuurlijk ook veel volatiliteit gehad. Die olieprijs, als die een stuk lager staat, dan zijn dit wel bedrijven die ook verlies gaan maken. Ze hebben nog wel kosten. De hele sector is erop gebaseerd dat je hoge yields kunt maken. Dus ook in obligaties zie je vaak dat de rendementen daar hoger liggen. De laatste mogelijkheid voor mensen in de zaal om nog een vraag te stellen aan Thomas. Nee, Thomas, dankjewel voor jouw tip. Fijne dag. Ik ga hem in mijn agenda zetten en kijken wat het rendement over een aantal jaar is. Dankjewel.